Goedemiddag. Ik vind het geweldig dat u hier bent vandaag, want Standaard speelt tegen Brugge. Vanavond speelt Anderlecht tegen Genk. Er hebben heel veel mensen hun plechtige of hun eerste communie gedaan. En het is moederdag vandaag. Ja, applaus voor de moeders. Dus bedankt om hier te zijn op de derde editie van het leerlingenconcert van Noisegate. En ik kan u vertellen, daar in de coulissen zijn heel veel mensen. De ene is al wat zenuwachtiger dan de andere. Dus het is belangrijk dat u als publiek zeer goed meedoet. Dus als er iemand op het podium komt en ik vertel wie dat is, dan mag u altijd applaudisseren. Liefst zo luid mogelijk, maar na het nummer dat ze gespeeld hebben, mag u nog luider applaudisseren. Dus we gaan dat even testen met bijvoorbeeld een docent zang. Oké, dus er komt iemand op het podium, voilà, en dan mag je applaudisseren. Maar zij spreekt eigenlijk Engels, dus ze verstaat eigenlijk helemaal niet wat ik aan het zeggen ben. Voilà, inderdaad. Dus zij heeft dan bijvoorbeeld een nummer gedaan, en als een nummer gedaan is, dan buigt iedereen meestal en dan mag je nog eens applaudisseren. Could you please take a bow, please? Voilà, dat is het principe. U bent een steun voor de mensen die hier op het podium staan en u bent nu al een fantastisch publiek. Dank u wel daarvoor. U mag applaudisseren, ja dat mag. Ja, dank u wel. Oké, we gaan beginnen met een stevig rocknummer en dat wordt u gebracht door, even kijken, Tessa Baens, Arno, Thierry en Mon Verbeijeren en ook op drums Fedra, denk ik. Applaus! Iedereen klaar? Zij brengen voor u Rocking in the Free World van Neil Young.